Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een kerstsok haken. En ik ga jullie eerst even bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren op YouTube. Als je iets wil vragen of zeggen, zet het onder de video of mail mij naar iedereenkanhaken@hotmail.com als je het patroontje wil hebben. Op Facebook, Instagram kan je ook eigenlijk jouw resultaat laten zien. Nou, ik zou zeggen, we gaan de kerstsok haken. Ik heb hem van Stylecraft Special. Van waar ik hem besteld heb, de wol, zal ik onder de video zetten. Dit is een sokkenhouder van... Ja, dat zet ik ook onder de video. En hoe gaan wij deze kerstsok nu haken? Want ik heb wel gemerkt, dit is de, of je hem nu van boven of van onderaf haakt. Deze aanstal steken, dus hieronder deze. Dit is gelijk aan dit aantal steken. En hoe je dus die hiel of de hak, of hoe dat je het ook wil zeggen, noemen... die hiel, ja, die haak je eigenlijk eerst met, ik ga het dadelijk uitleggen. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier en abonneren en kijk heel de video af. En dan wens ik jou veel haakplezier. Of je nu van scheepjes Colorcrafter of Stylecraft gebruikt, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Want ze hebben de kleurnummers hetzelfde gehouden. Dit is kleurnummer 1010 van Colorcrafter. En dit is een anti-pilling. En we hebben hier ook de Colorcrafter van groen. En die is 1116. Maar ja, goed, het is een kerstsok en dit is dus de kleurtjes die ik gebruikt heb. En ik wens je heel veel haakplezier, maar dat heb ik misschien al een keer gezegd. Maar ik heb het eventjes zo apart opgenomen, want het is wel heel leuk om voor kerst rood en groen te gebruiken van scheepjes. Nou, dan gaan we nu beginnen. Tot zo! Je hebt nodig om de kerstsok te haken een haaknaald en ik heb gebruikt haaknaald nummer 3,5. Maar ik heb ook natuurlijk wol en je hebt nodig Stylecraft Special. Dit is kleur nummer 1246. Daar heb je 100 gram van nodig voor de sok. En van Stylecraft Special heb je ook groen nodig, want daar doe ik de hak en de teen van. En dat is nummer 1116. Dus dat is Stylecraft groen. Dan krijg je ook echt leuke kerstsokken. Maar van het groen heb je natuurlijk maar 20 gram voor nodig. Verder heb je nog nodig, even mijn camera pakken. En mijn knuffel ligt hier eigenlijk een beetje al te kijken wat je nodig hebt. Ik pak altijd wel een schriftje en een pen erbij, dus altijd handig. Een schaartje, steekmarkeerders, een stopnaald, een centimeter. En ik heb haaknaald nummer 3,5 gebruikt. Dus haaknaald nummer 3,5. En de sok gaan we nu haken van boven naar beneden. Dus echt vanaf de bovenkant. En we beginnen nu met de boord. Dus ik zou zeggen, leg je spulletjes klaar, zodat je lekker kan beginnen. Haaknaald 3,5. Stylecraft Special wol dan. Ja, ik heb wol over gehad van mijn Rainbow Blanket. Dus daarom dacht ik van, dit is wel een mooie dikte voor de kerstsok. En dan kunnen we lekker gaan beginnen. En dan zie ik je zo weer terug en dan gaan we aan de boord beginnen. Tot zo! We beginnen met de boord van de sok en zo hoort hij eruit te zien.
Je haakt eerst 11 lossen en op die 11 lossen zet je dan met een beginlosse 10 vaste en die zet je allemaal in de achterste lus. Hiervoor voor de boord zal ik de afmetingen zetten voor formaat S, M en L. Dus ja, dit is de bovenkant en zo begin je dus de kerstsok met 10 lossen. Dit is toevallig kleur groen hoor, maar ik heb de kerstsok even laten zien. Kijk, met de rode boord gehaakt. Dus ja, nu ga ik er nog een maken, want ik moet hem natuurlijk even uitleggen. We beginnen met een opzetlus. En we beginnen met 11 lossen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf. Dan haak je niet in deze, maar in die volgende ga je insteken en daar doe je een vaste in. En in elke steek een vaste tot je 10 vaste hebt. 2, 3. En ik ga heel even een armbandje afdoen. Want die ligt herrie aan het maken. Kijk hoor. 1, 2, 3. 'Ik zet ook meteen even een leesbril op, dan kan ik het toch wel iets beter zien. Vier, vijf, zes, zeven. 8, 9 en de laatste 10. Dan maken we een keer losse. En dan keren we het werk. En dan gaan we in elke vaste gaan we in de achterste lus en dan krijg je ook die leuke ribbel erin. In de achterste lus weer 10 vaste maken, dus niet waar de draad uitkomt, maar die volgende. Daar zet je weer een vaste. In de achterste lus. Je blijft tellen dat je iedere keer 10 steken hebt en de lengte die zal ik hiervoor in de video zetten, hoe lang dat je dus die boord moet maken en hoe je hem dus dicht moet haken of maken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als je de boord helemaal gehaakt hebt, dan heb je een omvang. Ik heb hier het patroon uitgeschreven. De omvang maat S 18 cm, maat M 20 cm en maat L 23 cm. Dus dat meet je of je zet hem even aan je om je been heen. En dan sluit je eigenlijk die boord. Je laat je draad eraan en dan ga je met een halve vaste
haal je draad op en dan zo verbind je dus de boord en dan ga je in iedere steek ga je hem vastzetten met een halve vaste, dus je steekt in ook in de achterste in die opzetlus en dan haal je je draad op, je haalt door, je steekt in en je gaat naar de opzetlus en je haalt door. Zo, en op het eind dan zie ik je weer terug. Tot zo. We gaan nu aan het beengedeelte beginnen en dit is echt een hele leuke steek. We gaan eerst een rij vaste maken zodat we het gewenste aantal steken hebben en dan gaan we, ja, ik zal dadelijk wel vertellen, met halve stokjes en twee halve stokjes en een losse, twee halve stokjes en een losse werken en dan krijg je echt een heel mooi resultaat. Ik heb het de sok ook niet gekeerd iedere keer, dus ik ga wel iedere keer door en dan heb je wel een schuine naad, maar ik vond hem met deze steek toch ook wel heel erg mooi. Nou, nu gaan we dus eerst met een toer vaste werken en dan pak je weer je draad, je hebt dus de boord gesloten, je begint 1 losse en dan ga je op elke uiteinde een vaste zetten en dan moet je eventjes wel zoeken, ja, ik doe altijd 2 vaste voor die ribbel, zie je, het is op de uiteinde een vaste en nog 1 vaste en hier zie ik dat je anders misschien een gaatje krijgt, maar dat valt wel mee. Dus een toer vaste en als het goed is krijg je bij maat, even kijken, want ik moet even de maat kijken, bij maat S 44 steken, maat M 50 steken en maat L 56 steken, maar die ga ik zo tellen en dan zie ik je op het eind hier, op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb net de steken geteld, ik kom op 50 steken, dat is maat M en op die 50 steken, ja, gaan wij nu dadelijk stokjes zetten en dat betekent we sluiten nu de toer met een halve vaste. En we beginnen, even kijken, toer 2, haak 2 losse, haak 2 halve stokjes in de volgende vaste en de volgende vaste overslaan en dat herhaal je. Dus we beginnen met 2 losse. Haak 2 halve stokjes in de volgende vaste, dus 2 halve stokjes. Een steek overslaan en weer 2 halve stokjes. Een steek overslaan en 2 halve stokjes. En zo maak je de hele toer 2 af. Dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de tweede toer en dan gaan we nog 2 halve stokjes maken. En dan sluiten we de toer met een halve vaste.
En dan beginnen we toer 3 met 2 lossen. 1, 2. We beginnen dus de derde toer met 2 lossen en dan gaan we deze 2 halve stokjes overslaan en dan gaan we hier in deze steek, dus tussen die 2 halve stokjes, die groepjes in, daar gaan we weer 2 halve stokjes haken. Dan slaan we deze 2, ja, of deze steek slaan we over en dan pakken we weer 2 halve stokjes. We slaan deze steek over en weer 2 halve stokjes. En zo herhaal je het en dan krijg je echt een heel mooi patroon. Kijk, dit is het patroon. Ja, je hebt het gezien, het is mooi dik. En toch is het met naald 3,5. Dus ja, het is een echt een mooi patroon. Kijk. Ja, de naad loopt eigenlijk schuin mee, maar die vind ik zo, ja, niet opvallend. Ik vind het eigenlijk mooier dan één, ja, naad. Maar goed, toer 3 maak je zo helemaal af en dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de derde toer. En dan sluit je de toer met een halve vaste. En dan herhaal je toer 3 tot en met toer 20, of zolang als dat jij eigenlijk jouw beengedeelte wil hebben. En dan gaan we aan de hiel beginnen. Dus toer 3 herhaal je, dus toer 4 tot en met toer 20 voor de lengte van het been. En dan gaan we aan de hiel beginnen en dan zie ik je dadelijk weer terug. Kijk, dan heb je ongeveer deze lengte van het been, 20 toeren. Ja, dit zijn geloof ik nog 17 toeren, ik zal ze even meten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, ik moet hier nog 3 toeren bij, dus 20 toeren. En dan heb je zo je kerstsok. En je moet hem natuurlijk 2 keer haken. Maar dan gaan we dadelijk aan de hiel beginnen. Als je allebei de lengtes klaar hebt op allebei de sokken. Tot zo! Als je de vaste hebt aangezet, zeg maar, dan gaan we nu 24 vaste maken. Dus in elke steek 1 vaste. Twee. Drie. En dan gaan we 24 vaste maken. En op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de eerste toer, of eerste rij, want zo werken we nu. En nu gaan we voor maat S 22 steken, voor maat M 25 en voor maat L 28 vaste maken. Dus we keren het werk. We maken 1 losse en in die eerste steek zetten we 1 vaste en in elke steek zetten we weer een vaste totdat we 25 steken hebben. Dan krijg je echt zo'n rijtje vaste. Dus ik zie op het einde, zie ik je weer terug.
Tot zo. En nu hebben we die 25 vastgehaakt. Nu gaan we weer met één losse het werk keren. En nu gaan we tot rij 12, gaan we iedere keer de laatste steek gaan we niet haken. Dus die laatste steek die gaan we overslaan en dan gaan we iedere keer minderen. En dat minderen dat doe je dus door die laatste steek niet te haken. En voor maat S blijven er 12 steken over. Voor maat M 15 steken. En voor maat L 18 steken. Dus we gaan nu iedere keer beginnen we. En we beginnen dus niet in deze, maar in die eerste steek maken wij een vaste. En we haken de laatste steek iedere keer slaan we over. En dat is tot de 12e toer. En nu gaan we dus ja, minderen. Ik laat je nog even zien hoe ik het einde doe, dat ik deze steek dus oversla. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de 3e toer. En dan zie je dat je de laatste steek moet overslaan. Dus dat je deze steek, die haak je niet, maar die een na laatste, die haak je nog. Zo. En dan ga je één losse doen en je keert het werk. En dan ga je in deze steek insteken. En dan ga je ook weer vaste haken. En de laatste steek iedere keer, die haak je niet tot het aantal steken dat ik net heb gezegd voor maat S, M en L. En dan krijg je ook echt een schuin toelopende hiel. Ik zie je op het einde weer terug. Tot zo! En dit is weer het einde. Hier zie je nog twee steken, dus nog één steek. En dan weer één losse en het weer keren. En dan zie je dat het schuin gaat toelopen. Zo haak je helemaal verder. En ik zie je dadelijk weer terug. Tot zo! We hebben nu vaste aan de goede kant gehaakt tot de laatste steek. En die ene laatste steek die we dus niet gehaakt hebben, die is lastig te pakken. Maar goed, we proberen even toch daar iedere keer een vaste in te maken. Dus die steek die je de vorige keer hebt overgeslagen. En nu gaan we dus naar die rij ervoor. Hier gaan we een halve vaste inzetten. En die is ook lastig, want ja, die heb je overgeslagen, dus een halve vaste. Kijk, en dan krijg je dat je naar de andere kant gaat van je werk. En dan gaan we nog even deze kant pakken. En dan pakken we deze overgeslagen steek van de vorige keer. En dan zetten we een vaste in. En dan een keer lossen. Kijk, en dan keer je werk. Zo, puntje duw je een beetje weg. Echt je hiel. En dan gaan we in elke steek een vaste zetten. Dus echt in iedere steek. En dit is lastig hoor, want hier heb ik misschien te hard aangetrokken. Nou.
En aan deze kant gaan we weer hetzelfde doen als dat we net hebben gedaan. Die laatste steek die pakken we, dan een halve vaste en dan nog een steek hier pakken. Dan ga je echt naar onder toe werken en dan gaan we met de losse keren. Dus we pakken nu die laatste steek op, dan maken we een vaste, dan gaan we een halve vaste maken in die steek van de vorige toer, dus dan zet je hem vast en dan gaan we nog een vaste in deze laatste steek maken en dan een losse en dan keer je het werk en je ziet het met mijn vinger kan ik al het puntje weer induwen en die los is om te keren en dan gaan we weer aan de andere kant verder haken, zie je, dus je gaat en een rij naar beneden haken en je hebt zo die hiel en zo ga je ieder stukje ga je weer die laatste steek oppakken en een halve vaste en weer een vaste en dan keer je weer met een losse je werk en zo ga je weer helemaal terug totdat je bij je begin aantal steken bent, bij die 48 steken, nee 24 steken, sorry, 24 steken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bij de 24 steken. En dan krijg je zo weer die hiel en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als je helemaal weer klaar bent met de hiel, dan zit je eigenlijk op het einde van, ja, maar hoe doe ik dit nu aan de sok aanhechten? Nou, het laatste pak ik toch gewoon deze steek op, een rode, van de rode, van het rode been. En dan zit die mooi ook vast aan het been en dan ga ik een losse maken en dan ga ik weer keren en dan maak ik die laatste toer hier nog af met vaste tot het eind en dan pak ik ook die steek nog op van de van het rode been en zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu aangekomen op het einde van de hiel, dus eigenlijk waar je begindraadje zit. Daar zet je nog een vaste waar je begindraadje zit. Zo. En je zet in de rode steek nog in het beengedeelte nog een vaste. Zo. En dan pak je je schaar. Je knipt af. En je haalt je draad door, oh hier is hij, je haalt je draad door en dan zorg je dat deze ook dadelijk netjes afgewerkt zijn. Ik zet hem eventjes dubbel knoopje in, zo, goed aantrekken en dan is dit je hiel, die is klaar nu. Je maakt een opzetlus en waar je bent geëindigd bij de hiel, dan pak je bij het even kijken hoor, de rode steek, of tenminste bij de rode kleur, daar haal je draad op en je maakt een vaste en een losse. Dan leg je je groene draad netjes naar achteren en dan ga je twee halve stokjes maken. Eén, twee. En dan sla je weer één steek over. En nog twee halve stokjes. Eén steek over. En twee halve stokjes. En zo ga je helemaal rond, tot je weer bij het begin bent.
en dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb nu de toer gesloten met een halve vaste. En nu ga je iedere keer met 2 lossen omhoog en je herhaalt het patroon van 2 halve vaste. En in die opening, zoals het eigenlijk het beengedeelte is gegaan. En dan ga je verder tot, even kijken, ongeveer een hoogte. Het voetdeel is steeds toer 1 herhalen dan. Hè. Tot ongeveer, nee, niet tot ongeveer, maatje S 17 cm, M 18 cm en maatje L 19 cm hoog. Dus ja, dit is je voetdeel en dan kan je ook natuurlijk altijd nog deze voetmal gebruiken voor de lengte. Maar je kan ook natuurlijk een sok pakken die je past of om je voet op welke lengte dat je voet is. En zo haak je in het rond continu verder. Je maakt natuurlijk iedere keer een nieuwe toer. En als ik heb maat 38, dus ik ga ongeveer 18 centimeter kijken, dus in het rond haken en dan zie ik je verder straks weer terug. Kijk, ik heb nu doorgehaakt tot de gewenste lengte welke je nodig hebt en dan gaan we nu 4 toeren vast te maken, nog steeds in de kleur rood. Dus 4 toeren vaste en die sluit je gewoon met een halve vaste. Die ga ik niet voordoen. Na die 4 toeren vaste met gewoon nog rood, ga ik van kleur verwisselen. En dan zie ik je zo weer terug als we de 4 toeren vaste hebben gedaan. En dat is precies gewoon in elke steek 1 vaste en sluit de toer met een halve vaste. Tot zo! Als je klaar bent met de 4 rijen vaste, of het zo, dit kan je denk ik moeilijk lezen, maar dit is dus het patroon. Even kijken. Het aantal vaste voor maat S is 44 steken, maat M 50 en maat L 56 steken. Maar die hebben we nu dus gedaan, die heb ik niet voor gedaan. Dus dit zijn 1, 2, 3, 4 rijen vaste. En dan beginnen we nu met de kleur groen. Dus we knippen de draad af en dan beginnen we nu met de groene kleur en je maakt een lusje . Ik weet niet goed of je het goed kan lezen, ik zal het zo vertellen. Toer 5, kleur B. Bij de eerste steek aanhechten en 1 losse maken en dan gaan we 4 keer 2 vaste. Goed, de camera erop. Bij toer 5 4 keer 2 vaste samenhaken en dan 1 vaste in de volgende 9 steken bij maat S, 10 steken bij maat M en 12 steken bij maat L. Ja, dus 2 vaste samenhaken en dan de volgende 10 steken als je een emmetje hebt en een S'je 9 en een L'tje 12 steken. Dus daarom ga je 4 keer minderen. Dus dat gaan we nu doen. Je hecht dus de draad aan en omdat dit een M is, gaan we om de 10 steken 1
twee vaste samenhaken, dus we hechten hem even aan. Zo. Eén losse. En dan gaan we vaste maken. 1 2 3 4 5 En dan ga ik verder 6, 7, 8, 9 en dit is de 10e. Even kijken, die heb ik ingestoken. Dan gaan we twee samen haken, dus twee steken ga je samen haken. Dus ik haal de draad op in de eerste steek. En in de tweede steek haal je weer je draad op en dan sla je om en je haalt door alle lussen. En dan heb je zo de 10e steek, iedere 10e steek haak je dan samen. En dat ga je doen in toer 5 en dan sluit je hier met een halve vaste. Dus iedere 10e steek twee steken samen haken en dan zie ik je zo weer terug. Als je klaar bent en je hebt toer 5 gesloten met een halve vaste, dan heb je voor maat S 40 steken over, maat M 44 steken en maat L 52 steken. En dan gaan we nu naar toer 6 en toer 6 ga ik niet voordoen, want die is hetzelfde als de eerste toer. Dus dit is alleen maar, toer 6 is alleen maar een toer vaste. En die sluit je weer met een halve vaste. Dan gaan we nu naar de 7e toer van de teen. Dan gaan we weer minderen. Twee vaste dus in 1 steek maken. In de volgende formaat S 8 steken. Formaat M 9 steken. En formaat L 11 steken. Ja, dat doe je dan 4 keer in toer 7. Je begint met 1 losse en toer 7 gaan we zo doen. En dan leg ik ook meteen toer 8 uit. Toer 8 is hetzelfde als toer 1. En als ik je weer terug zie, dan gaan we naar toer 9. Dus deze gaan we minderen. De twee vaste samen haken zoals ik het net zei. En dan zie ik je in toer 9, zie ik je weer terug. Tot zo! Dan gaan we nu met een halve of 1 losse naar toer 9. En toer 9 gaan we weer 4 keer minderen. En voor maat S gaan we minderen in de 9e steek 1 steken. Dus 2 vaste samen haken. Voor maat M 10 in de 10e steek. En voor maat L in de 12e steek. En dan sluit je weer de toer. En dan in totaal heb je voor toer 9 hou je voor maat S 32 steken over. Voor maat M 36 steken en voor maat L 44 vaste steken. Dus we gaan weer toer 9 gaan we minderen. En in toer 10, dat is de hele toer met vaste. En die sluit je met een halve vaste. En dan zie ik je weer terug. Tot zo! Als je klaar bent met de 10e toer, dan sluit je de toer weer met een halve vaste. En dan ben je klaar met de teen. Je pakt je schaar en knipt af. Oh, en nu heb ik dus zelf iets gedaan wat niet mag. De draad is te kort voor je stopnaaldje. Want we gaan nu de teen evenwijdig leggen aan de hak. Dus hier ligt de hak zo neer. En dan doe je ook de teen zo neerleggen. En dan gaan we dit dichtmaken. Maar ik ga hem even de linkerkant neerleggen.
momentje. En dan leg je dus die hak zo neer, plat. En je legt je teen lekker plat neer. Nou, draadjes moeten we toch nog afvechten. Dus nu ga ik dus een nieuw, niet zo handig om de draad niet eraan laten zitten. Maar goed, we zijn toch lekker bezig. Oh, ik heb geen lushoek nog nodig. Stopnaaldje, een lange draad. Knip de draad af, knoopje erin. En dan ga je dit netjes dichtmaken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Ik heb inmiddels aan de verkeerde kant de teen dichtgenaaid. Gewoon twee lusjes van iedere kant gepakt. En dan krijg je deze leuke kerstsok. Ja, het is gewoon een heel leuk klusje om te doen tussen, ja, misschien als je grotere projecten hebt. Maar ja, de kerstsok is klaar. En als je dit patroon hebt, dat kan je kopen via iedereenkanhaken@hotmail.com. Stuur mij gewoon een berichtje wat je graag wil hebben, welk patroon. Er zijn er nog zoveel die je kan bestellen. En ja, dit is dan de kerstsok met scheepjes kolkrachten gemaakt. Maar die kan je natuurlijk met iedere kleur kan je deze sok haken. Dus ja, als je deze sok kan haken dan, en je hebt het patroon, dan heb je daar heel veel plezier van. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken naar de video's van Iedereen Kan Haken. Graag de duimpjes omhoog, abonneren. En ja, tot de volgende video. Tot ziens!